Avans Hogeschool is door de HBO-keuzegids uitgeroepen tot de op 1 na beste hogeschool van Nederland. De school, die ook een vestiging in Tilburg heeft, is blij om een positie in de top 5 te kunnen blijven handhaven. Er valt heel veel te zeggen over rankings en lijstjes, zowel positief als negatief. Wat je in ieder geval merkt, dat merk je ook hier heel duidelijk op school, als je elke keer zo hoog scoort op de tevredenheidsschaal, die studenten zijn tevreden, allerlei buitenstaanders kijken naar zijn tevreden, dan geeft dat een heel groot gevoel van trots. En tegelijkertijd maakt het ook duidelijk aan de hele schoolgemeenschap, zowel onze medewerkers als studenten, dat we met elkaar heel goed bezig zijn. Nou, dat wil je als bestuur natuurlijk ook graag horen. Dus trots. Het is niet de eerste keer dat Avans Hogeschool hoog scoort in de ranking. Als je kijkt wat in de afgelopen jaren gebeurd is, dan zie je dat we elk jaar opnieuw weer kijken waar zijn we goed in, waar zouden we beter kunnen zijn, welke zaken blijven erachter en kunnen we daar apart op sturen, ja of nee. Dat is iets wat je met de hele organisatie doet. Dat is ook een cultuur die aanwezig moet zijn binnen je hogeschool, dat je weet wat kwaliteit is en dat je ook aan kwaliteit wil werken. We hebben vorig jaar hebben we de commissie op bezoek gehad die alle hogescholen doorlicht en die dan ook de hele instelling bekijkt. Die hebben ons een goed gegeven en wat ze vooral zeiden, er is hier een kwaliteitscultuur. Dat is een sfeer die je samen ontwikkelt. En als vanaf de conciërge tot en met de voorzitter van het college van bestuur, je constant bezig bent om over kwaliteit te praten, vanuit de student geredeneerd, ja, dan maak je dus steeds verbeterslagen. En daar zijn we heel trots op dat we dat zo kunnen doen. Alleen de tevredenheid van de huidige studenten vindt Avans Hogeschool niet het belangrijkste. Ja, kijk, dat studenten tevreden zijn is goed. Maar dat is niet alles. Want misschien maken we het ze wel te makkelijk dat ze daardoor heel erg tevreden zijn. Als je nou kijkt naar wat er zowel bij de Elsevier-rankings als bij de keuzegids voor het HBO gebeurt. En bij alle vijf zijn we nu al jaren van de grote hogescholen zelfs de beste. Het hangt een beetje vanaf ook hoe je de hogescholen indeelt. Maar zeg maar van alle hogescholen die meer dan 10.000 studenten hebben, Avans Hogeschool heeft 29.000 studenten, zijn we al 5 jaar lang zowel in de Elsevier als in de keuzegids nummer 1. Maar die tevredenheid is niet het enige wat onderzocht wordt. Er wordt ook gekeken naar hoe snel haal je bij Avans Hogeschool je diploma. Wat is de kwaliteit van het diploma? Hoe tevreden zijn studenten die 2-3 jaar weg zijn van onze opleiding, in hun werk actief zijn over de hogeschool als ze terugkijken? Hebben ze ook de dingen geleerd die ze nodig hebben om in hun werk verder te kunnen gaan? En daar scoren wij heel hoog in. Dus wat voor ons heel erg belangrijk is, geven wij de student de goede dingen mee om zijn weg in de maatschappij te vinden. En dat blijkt uit al die testen die er worden gedaan, bij Avans heel erg goed georganiseerd te zijn. En uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat over de waarde van het diploma.